Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe vlog van dressage.eu. Het thema van vandaag is custom made. Vooraleer dat we meer gaan vertellen over custom made, heb ik eerst nog een aantal belangrijke mededelingen te doen. En de eerste mededeling is de lancering van de website. Dus morgen om 8 uur 's avonds, dus maandag 21 december, om 8 uur 's avonds gaan we de website lanceren van dressage.eu. Als je niets wilt missen hiervan, kan je je alvast registreren op onze nieuwsbrief door op de link hieronder die in te geven in jullie zoekbalk. En dan kan je alvast aanmelden voor de nieuwsbrief. Dus ja, morgen om 8 uur 's avonds kunnen jullie allemaal de website gaan bekijken. En bij de lancering hoort natuurlijk ook een leuke actie. Dus alle aankopen op de website, tot en met kerstdag krijgen jullie 10% korting. Lijkt me heel mooi meegenomen. Dan de tweede mededeling is voor de mensen die de vorige vlog bekeken hebben. Daar had ik vermeld dat de vlog van vandaag normaal een terugblik ging zijn op het jaar 2020. Nu, de custom made collectie die ik heb laten maken is vroeger geleverd geweest dan voorzien. Dus daarom dat deze vlog dus gaat over custom made. Maar niet getreurd, op 30 december om 8 uur 's avonds ga ik een extra vlog posten. Waarbij we dus wel een terugblik gaan doen van 2020. Dus die hebben jullie zeker nog te goed op 30 december. Dus het topic van vandaag is custom made. En voor de mensen die onze vorige vlog bekeken hebben, die weten misschien nog dat custom made samenhangt ook met de lancering van een nieuw merk. Dus voor custom made werken we samen met het merk Anna Scarpati, of ook wel Asup in het kort. Dit is een Italiaans merk en het leuke hiervan is dat je dus heel veel zaken helemaal kan samenstellen zoals je zelf wilt. Ze hebben een collectie voor de paarden, voor de ruiter en voor op stal. Dus tijdens deze vlog gaan we eens een keertje door al deze producten lopen. En voor dressage.eu en onze stal J2L Stables hebben we dus een volledige lijn laten ontwikkelen met zowel spullen voor de paarden als voor op stal als voor de ruiter. Dus die gaan jullie allemaal in deze vlog kunnen bekijken. Maar vooraleer we dieper ingaan op de producten, ga ik jullie al een kleine preview laten zien van de map met alle verschillende stoffen en kleuren die je allemaal hebt, zodat jullie alvast een idee krijgen wat er allemaal mogelijk is. Dus nu hebben jullie al de stoffenmap kunnen bekijken met alle verschillende kleurtjes en stoffen dat je hebt binnen Anna Scarpati. Nu is het een keertje tijd om dus een keertje door alle producten te lopen. En dan ga ik jullie ook ineens de voorbeelden laten zien die wij hebben uitgewerkt. Om dit te doen ga ik gebruik maken van een catalogus. En we gaan gewoon beginnen chronologisch de boek volgen. Dus dit is de paardencollectie. En het eerste dat we daarin tegenkomen zijn de oornetjes. Je hebt verschillende modellen van oornetjes. Misschien nog wel belangrijk om te vermelden. Ik heb natuurlijk enkel spullen gemaakt die dat we in de dressuurwereld gebruiken. Maar mocht er een springruiter of eventingruiter aan het kijken zijn, je gaat zien in deze boek dat er ook verschillende modellen voor dat oornetje staan die gebruikt worden bij het springen. Die kunnen dus ook allemaal besteld worden. En de stoffen daarvan zijn dezelfde als de korte oornetjes. Dus dit zijn al twee modellen van oornetjes. Dus het eerste is rond afgeboord en het andere is iets specialer nieuw model. Deze kan je niet op borduren, dus daar is geen borduurstukje op voorzien. Op de volgende pagina hebben we de tweezelfde modelletjes, maar daar is dan een stukje op voorzien om te borduren. En die ga ik jullie zelfs ook allebei laten zien. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende type oornetjes dat je hebt, waaruit je kan kiezen. Dus om een oornetje samen te stellen, begin je altijd met de keuze van je type netje dat je wilt. En dan ga je een basiskleur kiezen. En dit zijn eigenlijk alle verschillende basiskleuren dat je hebt. Dus er zit wat van alles tussen. En eens dat je dan de basiskleur gekozen hebt, dan kan je deze nog afwerken met een koordje of met strass. Ik zal beginnen eerst met de strassteentjes. Dus dit zijn de verschillende kleuren strassteentjes dat je hebt. En dan kan je ook nog altijd, als je dus een steek kiest voor steentjes te gebruiken, dan moet je ook altijd er een koordje naast zetten.
kan vooral kiezen uit iets meer blinkende koordjes. En je hebt altijd een dunne versie en een dikke versie. Dus je hebt hier ook verschillende keuze van koordjes. Is al dat bling niet voor jou? Geen enkel probleem. Er zijn nog koordjes zonder bling. Dus dit zijn allemaal de dunne koordjes in verschillende kleurtjes. En dan heb je ook nog de dikke koorden. In dezelfde kleurtjes als de dunne. Nu, natuurlijk is het heel moeilijk om zomaar iets te gaan samenstellen zonder dat je al eens voorbeelden bekeken hebt. Dus ik heb verschillende voorbeelden laten maken. Deze is een bordeaux. Dat is dus de afgeronde versie. En telkens mijn lapje nog op om te borduren. Dus borduren, dat moet ik nog doen. En we zijn dus vertrokken van bordeaux kleur als basiskleur. En dan hebben we dus gewerkt met rode steentjes. En twee boordjes. Twee glimmende bronzen koordjes. En deze is zonder. Deze zijn de gewone oortjes, dus zonder soundless. Maar ik heb ook een voorbeeld laten maken met soundless. Dus je kan altijd kiezen als je dus al dan niet soundless wilt. Deze is hetzelfde type, maar dan zijn we vertrokken van blauw. En dan hebben we zonder steentjes gewerkt, maar met drie koordjes. Waarvan dus een dik roos, zacht roos. Dan een dun beige en een dun zacht roos weer. Dan heb ik ook nog een bruin laten maken in hetzelfde modelletje. Dat is ook weer niet soundless. En daar hebben we dan gewerkt met een dik driekleurig koord en een dun brons koord. Dus dat is allemaal van hetzelfde model. Nu, er was ook nog een ander model. En dat is dit modelletje. Dus dat is zo iets... dat is niet... Ja, dat is heel moeilijk uit te liggen. Beetje hapjes erin of zo. Dit is dus ook een donkerbruin weer met een lapje om te borduren. Maar je kan dus ook krijgen zonder te borduren. Maar voor onszelf, dat wij graag ons logo hierop borduren, heb ik natuurlijk allemaal met lapjes besteld. Maar dat moet dus niet. En daar hebben we ook weer gemerkt met een dik glitterkoord, driekleurig en een dun glitterkoord. En dan hebben we nog een heel mooi zwart. Vind ik zelf een van mijn favorieten. En daar hebben we gewerkt eerst met strassteentjes. En dan met een dikke koord tweekleurig. En dan weer een dunne zilveren koord. En het leuke is, bij al deze oornetjes dat jullie net hebben gezien, heb ik dus ook onderleggers en vliesdekens laten maken. Dus die zal ik zelfs ook laten zien. Het volgende onderdeel dan, dat is de oornetjes. Ik heb het al verklapt misschien, zijn de onderleggers. Of de zadeldoeken. En qua zadeldoekje heb je eigenlijk drie modellen. En ik heb ze natuurlijk alle drie laten maken. Maar iets klopt er hier niet. Ja, zo is het. Voilà. Dus je gaat altijd hier aan de... Voor jullie linkerkant volgens mij. Aan deze kant zien jullie altijd het springmodel. En aan deze kant het dressuurmodel. Dus dit is het eerste model. Zo, dat ga ik ze even ook laten zien. En het speciale daaraan is, en die onderligger is zo wit van binnen. En die zijn echt super zacht en super dik. Die zijn zo gewafeld van binnen, die type. Dan het tweede type van onderligger, dat heeft een iets ander type wafel. En dat is dan de springvariant. Ja. En dan dit zijn de meest stijve, rechte modellen. Zowel ook in springen als dressuur. Dus ik zal ze jullie in het echt laten zien. En al die onderliggers zijn allemaal van katoen gemaakt. En het principe is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus je begint weer met een basiskleur te kiezen. Dat zijn weer dezelfde basiskleurtjes als de oornetjes. En dan kan je als buitenboord ook nog kiezen tussen verschillende kleurtjes. Je kan als buitenkoord, ik zal het direct ook wel laten zien op een onderligger, dezelfde kleur kiezen of een afwijkende kleur. En dan kan je ook weer gaan voor de steentjes dat ik net heb laten zien. Of liever toch een dikke gekleurde koord, een dunne koord. Je kan ook alles combineren trouwens. Dan heb je nog die glitterkoorden terug. En dan heb je ook nog lintjes om erop te doen. En ik heb eigenlijk van alles wat laten maken. Dus ik zal beginnen met het eerste type onderligger dat jullie gezien hebben. Die van binnen wit gewafeld is. Dat is echt een super zachte onderligger van binnen. Deze is dus een bordeaux dat ik heb laten maken. Zo. Ja. En hier hebben we weer gewerkt. Hier aan de buitenkant hebben ze dus weer met dezelfde rode steentjes en de koorden gewerkt als jullie net op het oornetje hebben gezien. Dus dat is dan met dit oornetje bij.
En ik heb ook nog een vliesdeken laten maken van hetzelfde dat ik jullie direct ga laten zien. Dus dat is het Bordeaux. Ik heb dan ook van dezelfde model nog een beige onderlegger laten maken. En daar hebben we het simpeler gehouden. Daar hebben we gewoon voor twee verschillende kleuren koordjes gekozen. Een dik en een dun koord. En dat is wel het leuke, dat je echt een beetje kunt doen wat je zelf mooi vindt. Net veel glitter, weinig glitter, wat simpeler. Allee, je kan echt wat je zelf mooi vindt. Deze is dan blauw en daar hebben we weer gewerkt met dat zacht roze en beige. Hetzelfde als het oornetje dat Soundless was, dat hoort dan hierbij. En ook hier hebben we allemaal vliesdekens van die Sevens gaan komen. En dan, dit is het tweede model van onderlegger. Dat is ook een volledig katoenen. Maar die heeft dan dezelfde kleur hier van binnen. En die is iets minder zacht dan het vorige modelletje. En hier hebben we weer gewerkt met die dikke driekleurige koord. En dan een dunne gouden koord ernaast. En dat was dan met dit oornetje erbij. Zo. Dan heb ik de zwarte. En hier hebben we ook weer, zoals in het oornetje, met strass gewerkt. Dus eerst hier rommedom volledig met strass. En dan weer de dikke koord in het zwart met grijs. En dan ook daarnaast een dun koordje met grijs. En daar was dan ook het zwarte oornetje bij. En bij het zwarte oornetje heb ik ook een witte onderlegger laten maken. Ik zal die eerst laten zien. Dus dat is dan het volgende type model van onderlegger waaruit je kan kiezen. Zoals je ziet zijn deze iets rechter en iets stijver. Van binnen is wel ook een klein, hele dun laagje vlies dat lekker zacht maakt. En hier hebben we dus gewerkt met zo'n koord dat ik net... Allee, met zo'n, dus eerst zijn we weer vertrokken van de zwart met grijze koord. Dan een dunne grijze en dan eigenlijk zo... Ja, dat is ook een type koord, maar zo'n platte type koord. En dat kan dus ook gecombineerd worden... met dit zwarte oornetje. Dat wordt normaal de nieuwe wedstrijdset van Lamborghini. Zo, en dan heb ik... deze wordt eigenlijk de onderligger van mijn zus, haar Under 25 paard. Dat is dus gewerkt met eerst ook een rij steentjes, zilveren steentjes. Dan hebben we zwart, brons en zilveren koord. En dan terug een bronzen koord ernaast. En dat is dan met... dit oornetje erbij. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat mijn zus haar outfit in het bruin met zwart is. En dan heb ik, om jullie nog meer opties te laten zien, nog twee andere witte onderleggers laten maken. Zo, dat is dan deze heb ik nog. Dus dat bedoel ik eigenlijk met die afwijkende buitenkoord. Dus zoals ik in het begin zei, je kiest altijd eerst je model van onderlegger, dan je basiskleur als hier wit. En dan kies je je boord kan je dus ook nog laten afwijken. Hier is vooral de boord zwart, terwijl hier bij de vorige was hij gewoon wit ook. Dus dat kan je ook kiezen. En hier hebben we dus ook gewerkt met een zacht roze dikke koord, een dunne zilveren koord en weer zo een plat koord. Zo. En dan heb ik nog één witte onderlegger voor de mensen die fan zijn van blauw. Zo, dat is tenminste een geheel. En dan hebben we dus eerst gewerkt met blauwe steentjes. En dan een dik blauw koord. En dan nog een dun blauw met zilver koord. Zo. Dus zoals je ziet zijn de mogelijkheden ja, een beetje eindeloos. Dus ik heb verschillende types gemaakt dat jullie een voorbeeld hebben. Mochten jullie nu zeggen van deze is echt mijn droomonderlegger, kunnen die uiteraard verkocht worden. Zolang dat we ze uiteraard niet gebruikt hebben. Nu liggen ze nog allemaal netjes in de plastic, niet gebruikt. Dus kunnen ze zo verkocht worden. Of als je natuurlijk zegt van, dat vond ik wel een mooie onderlegger, maar ik heb hem liever toch met strass of zonder strass. Of zonder oornetje, of het oornetje wat anders. Dat kan dus allemaal. En dat is dus, ik ga dat nog een paar keer herhalen hoor. Dat is het fijne bij Anna Scarpati, dus dat je alles per stuk kan bestellen. Dus ik heb natuurlijk, om als voorbeeld aan jullie te laten zien, bijna de ganse collectie besteld. En ook dubbel besteld in twee... kleuren. Maar dat moet dus helemaal niet. Dus zeg, als je zegt van ik heb vooral net voor kerstmis of zo, krijg ik een nieuw wedstrijdjasje en ik wil daarbij ook een onderlegger laten maken. Dat kan dus. Dus je moet niet alles wat je hier in de video gaat zien, je kan dus
zelf kiezen voor één stuk of meerdere stuks. Dat beslis je dus allemaal zelf. Oké, dan gaan we verder kijken in ons boek. Ik heb er beter precies een dingetje tussen gestoken. Dan gaan we naar de vliesdekens. Daar heb ik ook alle types laten maken. En dus allemaal bijpassend bij de donkere onderligger. Dus die zal ik allemaal laten zien. Deze is het eerste type van vliesdeken. Het is een best simpel vliesdeken. Maar die stof is wel echt heel zacht en echt van heel goede kwaliteit. Dan deze deken. Het deze hier, dat heeft dus een borstflap. En dan het dit. Dat is gemaakt van Venetiaanse vlies is dat. En dat is echt super dik en echt heel fijne stof in het echt. Dus voor de vliesdekens heb je eigenlijk twee verschillende stoffen. Je hebt de Vlies Firenze en dan heb je dit allemaal als basiskleur. Dus je begint telkens eigenlijk van een basiskleur. En daar kan je ook een afwijkende buitenkoord weer kiezen als je dit wenst. En dan de hele dikke vlies dat ik daarnet zei, dat super zacht is. Dat is Venetiaanse vlies en daar heb je maar een paar kleurtjes in. En dan kan je weer opnieuw bij je vliesdeken kiezen. Voor op een paar modellen van vlies kan je ook met strass werken. Dus vooral het Bordeaux vliesdeken heb ik effectief met strass laten uitwerken. Dat is wel echt heel nice. Dus dat ga ik ze even laten zien. Dan heb je terug die koordjes, de driekleurige, de dunne eenkleurige, dat zijn dan de dikke. En ook weer die lintjes, dus daar kan je allemaal weer uit kiezen. En wat je ook kan doen met de vliesdekens, en dat ga ik jullie ook laten zien, is dat je er vanachter zo'n koord op laat zitten. En je kan dus kiezen dan tussen één kleur, twee kleuren of drie kleuren. En zo heb ik ook één deken laten maken met drie kleuren. Dus dan zal ik nu eens de vliesdekentjes aan jullie laten zien. Als eerste ga ik jullie die Venetiaanse vlies laten zien, die heel een dikke. Dat is een beetje mijn favoriet. Dus op de deken zit eigenlijk standaard geen buikriemen, maar ik heb er dus op een deel laten opzetten. Dus ook dat kan je zelf kiezen of je graag een deken hebt met of zonder buikriemen. En wat heel leuk is, eigenlijk die sluitingen, die zijn zo heel mooi zacht afgerond. Ik heb die ook zelf nog nooit gezien, om eerlijk te zijn. En dan hebben we teruggewerkt, dus dat is eigenlijk een zwart, ik weet niet of ik het helemaal ga kunnen laten zien, maar een zwart vliesdeken. Je hebt er ook verschillende maten in. En daar hebben we ook weer gewerkt eigenlijk met die zwart met grijze koord. Voor de rest heb ik het bij dit deken simpel gehouden. En dat hoort dan weer, dat deken, dat past dan weer heel mooi natuurlijk bij die zwarte onderlayer. Dus want we hebben altijd dezelfde koord gebruikt. En ook met zwarte oornetjes. Dus dat is wel een heel mooie set. Als je bijvoorbeeld in de winter aan het rijden bent. Zo, dus dat is het zwarte. Zo, dat is het zwarte dekentje. Dan gaan we naar Bordeaux. Daar hebben we dus... qua model is dit het meest simpele vlies, zal ik maar zeggen. Omdat je enkel hier van voor een gewone sluiting ook hebt. En dat is dus die Vlies Firenze. Ja. En hier hebben we weer in het Bordeaux eigenlijk gewerkt met dus die dikke koord in brons en een dunne koord. En dus van voor niet, maar van achter hebben we dus ook terug opnieuw die strass laten zetten. Dus hier, dat is eerder de achterkant van het teken. Dus je hebt hier eigenlijk de voorkant van het teken. Ah ja, wat ook wel leuk is om te vermelden, dat het logo van ASUB staat overal altijd in het heel klein op. Dus hier staat dat in het klein aan twee kanten. En dan bij de oornetjes staat dat enkel hier zo aan de zijkanten. En dan bij de zadeldoek staat dat enkel dus hier van bovenop. Dus dat er overal best in het heel klein op en niet heel zichtbaar. Dus je kan zelf... uw logo of uw naam of wat je graag hebt, makkelijk borduren. Dus vanaf hun etiket eigenlijk hebben ze dus ook strass gezet op dat teken. Nu, jullie zullen ook wel begrijpen natuurlijk, als je op een deken strass laat zetten, dat het deken wel iets duurder wordt dan wanneer je er geen strass op laat zetten. Dit is een deken dan zonder buikriemen, maar wel alle dekens hebben wel een staartkoord van achter. En dus dit prachtige, unieke deken hoort dus samen eigenlijk weer bij de zadeldoek en het oornetje. Voilà.
Maar nogmaals, je moet dus niet alles tezamen bestellen. Ik vind dat zelf heel leuk om ze alles een beetje in dezelfde kleur te hebben. Maar je kan ook alleen één deken of zo bestellen. Dat is helemaal wat je zelf wilt. Dit is hetzelfde model deken als het Bordeaux deken. Maar dat is dan wat simpeler uitgewerkt. Maar wel heel mooi ook. Dus dat is beige als standaardkleur. En dan hebben we juist twee boorden erop gezet. Een dikke beige en een dunne bruine koord. En dat hoort dan samen eigenlijk bij de onderligger. Hier bij die beige onderligger ook weer. Dan gaan we ook naar een heel cool deken. Dus dat deken heeft als eerste... ik ga eerst de flaps zoeken. Heeft als eerste dus van voor zo'n extra flap. Nu, die kan je er ook afhalen hoor. Dus als je zegt van... Ik twijfel een beetje. Soms wil ik met flap en soms wil ik zonder flap. Dus die kan je er gewoon van afhalen. Dat is geen enkel probleem. Het deken heeft ook buikriemen en... Het deken is qua basiskleur donkerbruin. En je zal nu denken, ja, we hebben er niks van koorden opgezet. Aan de voorkant en zo, en hier van onder en zo, hebben we inderdaad geen koorden gezet. Maar we hebben ervoor gekozen om eigenlijk van achter, dus zo een heel mooi koord te laten maken. En dat bestaat uit drie kleuren weer. Dus weer uit het goud, zilver en het brons. Zo, dus dat is zo'n heel mooi. Die koord is ook met de hand daar helemaal opgezet en gevlochten. Zo. En dit past dan natuurlijk weer... Ja, deze combinatie ga je nog dikwijls zien terugkomen, want die hebben we doorgetrokken eigenlijk in de ganse lijn van J2L. En dat past dan weer hier bij deze onderlayer en bij het oornetje. En hij heeft dus ook... deze deken heeft dus ook buikriemen. En dan hebben we nog de blauwe variant ontbreken we nog. Dat is dus hetzelfde model van deken dan dat we daarnet hebben gezien. Dus dat is ook weer met die borstflap vooraan. En hier hebben we dus wel koorden op teken gezet. Hebben we terug die zacht roze dikke, dan een dunne beige en dan een dunne zacht roze. En dit past natuurlijk weer heel mooi bij het soundless oornetje. Maar je kan dus dit oornetje, als je nu zegt van... Dit is echt mijn droomset, maar het oranje heb ik liever niet soundless. Dat kan dus allemaal. Zo. Voilà. Zo, dus dit was het laatste vliesdeken. Dan is het tijd, dus dat was eigenlijk alles wat ze hebben voor de paardencollectie. Heel wat en heel veel keuzemogelijkheden. Dus heel leuk als je eens een unieke set wilt maken... Of bijvoorbeeld om je wedstrijdoutfit helemaal aan te passen voor dat aan jezelf. Dan gaan we naar het tweede onderdeel. Dat is de stalcollectie van ASUP. Ik ga er eerst zo in een boek eventjes doorlopen. Jullie ook eventjes de mogelijkheden qua kleuren laten zien. En dan gaan we... Sevens, heb ik voor jullie twee stallen. Ik heb dus één bruine set laten maken met weer deze koord hier. Met dat... goud, bruin en dan die dunne gouden koord ernaast. En ik heb dus ook een volledige set laten maken in het zwart. Dat is dus weer het zwarte, maar wel zonder de strass. Want op een aantal dingen kan je geen strass opzetten. Dus je hebt hier en daar een beperking. Dus bijvoorbeeld op het hele dikke vliesdeken kan je geen strass. En alle stalitems kan ook... geen strass op, maar dat is echt een van de allerenigste beperkingen dat je hebt. Maar daar hebben we wel telkens gewerkt hier met dat zwart met zilveren koord en dat dun zilveren. Dus ik ga wel de mogelijkheden allemaal laten zien en daarna trekken we eventjes naar stal om eens een volledige, twee volledige stallen aangekleed te zien. We gaan eerst eventjes door het boek lopen. Dus qua staldoeken heb je drie opties. Je hebt dus de korte staldoek, een lange staldoek. En je hebt ook nog een staldoek met drie zakjes vooraan in. Wij hebben besteld de ene deze, die zie je met die drie zakjes. En dan nog een lange zonder zakjes. Dit is een hoofdbeschermer dat wij zelf niet besteld, omdat dat iets is dat wij persoonlijk niet gebruiken. Dan dit, ja, ze noemen dat stalafsluitingen. Ik weet niet of dat daar een betere naam voor is. Die hebben we ook allebei besteld. Dan hebben we nog een hoofdsteltas, die heb ik niet besteld, maar dat kan dus allemaal. Dan heb je een onderliggerrek.
En een dekenrek hebben we ook van Alex eentje besteld. En dan, even kijken, heb je nog een bandagetas. Dus dat is zo'n hele grote tas om aan de stal te hangen. Waar je dus van alles kan insteken. En dan, persoonlijk mijn meest favoriete zijn de houten stoelen. Dus je hebt een lage stoel en een hoge stoel. We hebben twee hoge besteld, dus ik zit er hier ook al op één. Ik zal er misschien een keer afgaan. Zo, ja, dat is dus de met zwarte. Wacht, kan... zo. Dat was iets dat ik zelf ook al heel mijn leven wou. En ze zijn echt qua kwaliteit echt super mooi, super goed afgewerkt. In vol hout zijn die. Ja, en dat is dus alles van de stal. Dus dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt om op wedstrijd je wedstrijdstal helemaal aan te kleden. Hebben ze dus allemaal. En dan qua kleuren. Ik zal het hier eens aftrekken. Daar begint het eigenlijk opnieuw met een basiskleur te kiezen. En dit zijn alle basiskleurtjes dat je hebt. Om in al dat stalmateriaal te laten maken. Dus je begint weer van een basiskleur. En dan kan je dus weer opnieuw kiezen voor de af te werken met een dikke koord, een dunne koord of met de glitterkoordjes. Zoals ik daarnet gezegd heb, heb ik eventjes twee stallen helemaal omgebouwd om jullie alle stalaccessoires en producten te laten zien. Dus de ene stal heb ik uitgewerkt in het zwart met het grijze en de andere is in het bruin met het gouden biesje. Dus ik zal even de camera omdraaien zodat jullie alle producten deftig kunnen bekijken. Dus als jullie een van deze stalspullen heel mooi vinden, zolang dat wij ze natuurlijk op wedstrijd niet gebruiken, kan je ze bestellen via de website vanaf morgen. Als je zoiets hebt van, ik vind die stal ook heel mooi, maar ik heb ze liever in een andere kleur of met een ander biertje, dat kan dus allemaal. Dus daar kan je altijd een afspraakje voor maken, maar daar kom ik op het einde van deze vlog nog op terug. En dan als laatste hebben we nog voor de ruiter een aantal tassen. En dat is dus het laatste. Het is heel veel, ik weet het. Dus je hebt daar, dus dat is een tas. Ik ga hem direct ook laten zien hoor. Je hebt of anders hem in leer uitgewerkt of in PVC. Ik ga direct ook de kleurtjes laten zien. PVC is weer dezelfde kleuren als al het stalmateriaal. En daar kan je dus ook weer borden op zetten. Bij het leer kan dat niet. Kan je enkel in een paar basiskleuren werken. Je hebt ook een tas voor je tok in te steken. Die hebben wij niet besteld, maar dat kan dus ook. En ik mis nog iets. Hoe kan dat nu? Ah ja, hier. Ik ben een blad overgeslagen. Je hebt ook dus tassen voor je laarzen in te steken. Dus daar heb je eigenlijk twee opties. Je kan kiezen voor leer. Dus in leer, in ecoleer, heb je dus eigenlijk deze drie kleuren waaruit je kan kiezen. En dan bij PVC, dat zijn weer dezelfde. En bij PVC kan je dus ook weer kiezen. Je begint weer van die basiskleur. En dan kan je ook weer kiezen dus om er een boordje te laten opzetten. Om het geheel helemaal af te maken. Ik heb hier achter mij de bottassen al gezet. Dus in bruin hebben we gekozen gewoon voor de leren uitvoering. Hele mooie grote tas. En je kan in principe, ik heb het er juist geprobeerd met mijn zus, je kan in principe hier vooraan je helm insteken. Dat kan. Dus dat is de bruine. En dan hebben we dus de zwarte, rarara, in PVC. Met dus weer opnieuw dat koordje hier. Dus als je daarvoor personalisatie kiest, steken ze hier van voor dat koordje dat je dus kiest. Dus dan heb ik weer gekozen uiteraard voor het zwart met zilver, dik en dun zilverkoordje. Dus dat past dan weer bij dit en bij de onderleer en het vliesdeken en alles nog. En dan ga ik juist ook even die tassen laten zien. Dus de grote tas, deze, ja, ik pas net op een scherm. Deze heeft hier onderaan zowel een vak als hier van boven. Die is in PVC gemaakt, dus heb ik ook weer gekozen voor dus weer opnieuw hetzelfde koordje te gebruiken. Dat dus ook zat in de laarzen. Tas. Wacht, ja. Ja, en dat past dus ook weer bij heel de stalbekleding. Allemaal hetzelfde.
Ja, ik vind dat echt een max om dingen. Ah ja, en de stoel is ook helemaal in hetzelfde. Maar ik zal anders heel even hier de bovenkant ervan afhalen. Ja, dat lukt nog wel normaal. Voilà. Dus die bovenkant kun je ook borduren van je stoel. En dat heb ik dus ook weer in datzelfde randje gemaakt. En in bruin hebben we dus dezelfde. En dan ook de bruine tas die we dan in leer laten uitvoeren. En daar hebben we gekozen om dus dat extra vak dat je hier bij de zwarte tas zag weg te laten. Ziezo, dat was eigenlijk alle spulletjes die je dus custom made kan maken. Dus je begint telkens te kiezen, van vooral bij de onderleggers of de zadeldoeken, van een model. En dan begin je altijd met een basiskleur te kiezen. En dan werk je het af met randjes, biezen, strass. Helemaal wat je zelf wilt. Als dit nu iets is dat je zelf heel graag eens in het echt ziet. Of dat je zegt van, oh, ik wil voor het nieuwe wedstrijdseizoen een dekje laten maken. Of voor thuis te trainen. Weet ik veel wat. Dan mag je mij altijd contacteren. Je kan dus een afspraak maken om al deze spullen eens een keertje in het echt te bekijken. Dat je de stoffen echt een keertje kan voelen. Je kan zowel naar ons komen in Hoogstraten. Dan kan je ook de rest dat jullie gaan terugvinden op de webshop. Allemaal bekijken, voelen, ruiken, weet ik veel wat. Of ik kom ook met de collectie van Anna Scarpati tot bij jullie thuis. En dan kunnen we zelf alles samenstellen zoals jullie wensen. Dat kan dus door contact op te nemen via Instagram, via Facebook, via een mailtje te sturen naar dressage.eu@gmail.com. Of je kan ook op de website via daarmee ons contact opnemen. Mochten er hier ook nog vragen over zijn, mogen mij ook altijd contacteren. Ikzelf vind dit persoonlijk een van de allerleukste merken dat ik heb. Gewoon omdat ik echt wel hou van setjes en samenstellen en nadenken over welk biezenkoordje. Ik vind dat echt helemaal de max. Dus mogen mij altijd voor contacteren voor alle vragen dat jullie hebben. Voor de rest heb ik volgens mij niets meer te vertellen vandaag. Dus ik zou zeggen, hartelijk dank al voor het kijken. Als je vragen hebt, niet aarzelen om ons te contacteren. Mochten er met de site, zou je ergens moeilijkheden ondervinden, mag je mij ook altijd contacteren uiteraard. Dus de website wordt morgen gelanceerd, 21 december om 8 uur 's avonds. En ik zie jullie dan terug op onze extra vlog op 30 december om 8 uur 's avonds, waar we dus die lang verwachte terugblik doen van het jaar 2020 met een hele hoop nog nooit vertoonde beelden. Tot dan. Dag!